welkom allemaal bij deze engelenboodschap voor dinsdag 30 mei 2023 vandaag. We gaan kijken welke boodschappen er voor vandaag uit mogen komen. Ik ga beginnen met de engelenboodschappen. En het is wederom een algemene reading. Dus neem alleen datgene mee wat resoneert en laat de rest achterwege. Engelen, wat is jullie boodschap voor vandaag? Dinsdag 30 mei, wat is jullie boodschap voor vandaag? We hebben de engel Desiree. Hele mooie kaart, Desiree. Op dit moment kun je niets doen. Wacht of kijk naar alternatieve mogelijkheden. Vraag de engelen om hulp en begeleiding om het je zo makkelijk mogelijk te maken. Dus je kunt op dit moment niets doen. Kijk naar alternatieve mogelijkheden is de boodschap. Onder op het dek hebben we de engel Vanessa. Om deze beslissing te nemen moet je aan jezelf vragen via welke weg kom ik dichter bij mijn levensopdracht. Ja, dus weer kijken naar alternatieve mogelijkheden. Welke weg brengt mij er verder vanaf? Dus wat brengt je dichter bij je levensopdracht? Een hele duidelijke boodschap voor vandaag. Iets om over na te denken. We gaan nou de engelen antwoordenkaarten schudden en jullie mogen een vraag in gedachten nemen. En ik ga de engelen vragen om een antwoord. Wat is het antwoord op de vraag die men zich op dit moment stelt? Engelen, wat is het antwoord op de vraag die men zich op dit moment stelt? Dank u wel. Dank jullie wel. We hebben vraag anderen om hulp. Dus het is goed om anderen om hulp te vragen. Kijk hoe het resoneert. En we hebben hier ook nog... Wacht. Ja, op dit moment kun je niets doen, hebben we hier liggen. Wacht of kijk naar alternatieve mogelijkheden. En nogmaals, de boodschap van de engelen. Wacht. Dus het is een dubbele confirmatie. Ik ga voor jullie de influences of the angels tarot schudden. En kijken welke boodschappen we mogen ontvangen. Onder op het dek hebben we de hoge priesteres. Vissen energie heel sterk. Of een ander waterteken kan ook schorpioen, kreeft, maar heel sterk vissenenergie. En tijdens het schudden van de Golden Tarot kwam ook de hoge priesteres vloog eruit als enige kaart. Dus het is ook weer een belangrijke kaart voor vandaag. Vertrouw op je intuïtie. Het kan ook zo zijn dat je met een vis te maken hebt of iemand ja, die deze energie draagt. Het kan iemand zijn die emotioneel ja, wat in zichzelf is. Het kan iemand zijn die... ja, heel gevoelig is, spiritueel is, een hele sterke intuïtie heeft. De hoge priesteres weet ja, wat te doen. Ze voelt dingen heel helder aan, heeft een hele sterke connectie met haar onderbewustzijn. Dus het kan jouw energie zijn of ja, van iemand in je omgeving. Universum, wat is de boodschap voor dinsdag 30 mei? Vandaag, wat is de boodschap voor vandaag? Wat is de energie voor vandaag? Wat mogen we meenemen? Wat mogen we verwachten? Voor vandaag, dinsdag 30 mei. En ik had graag 3 kaarten. Ja, dank u wel. De eerste kaart, wauw. Een hele mooie kaart om mee te beginnen. De keizerin, stier, weegschaal energie. Wat mogen we nog meer ontvangen? Nog 2 kaarten. Voor vandaag, dinsdag 30 mei. We hebben de zwaarde 6, luchtenergie, tweelingweegschaal waterman. En we hebben heel sterk tweelingenergie met de magier. Onder op het dek, staven 3, en die zag ik ook tijdens het voorschudden naar voren komen. Vuurenergie, ram, leeuw, boogschutter. We gaan de kaarten verklaren. Als eerste wil ik weten, universum, waarom ligt hier die staven 3 als algemene energie? En onder op het dek van de Golden Tarot hebben we de ridder van staven. Iemand die heel erg gedreven is, gepassioneerd is. De reizende ridder, ook wel genoemd. Met de zwaarde 6 kan het te maken hebben met een snelle beweging, snelle vooruitgang. Of inderdaad letterlijk met onderweg zijn, reizen. Staven 3 kan ook te maken hebben met reizen. Kan te maken hebben met een aankomst, een vertrek. Plannen maken voor de lange termijn. Dus wellicht ben je plannen aan het maken. En het kan te maken hebben met een zakelijke reis naar het buitenland. Iets wat je aan het manifesteren bent met de magier. En iets wat ja, goed is voor jezelf. Goede beslissingen maken voor jezelf. Maar het kan ook gaan om een nieuw plan. Een nieuw idee. Een nieuw zakelijk idee.
iets starten in het buitenland wellicht. Waarbij je contact zult hebben met mensen van verschillende culturen. Waarom ligt hier de staven 3 voor dinsdag? En dit kan niet zijn waar je over na te denken bent, maar de boodschap is dus wacht. Want je kunt op dit moment nog niets doen en kijk ook naar alternatieve mogelijkheden. Wat mogen we ontvangen? Waarom ligt hier de staven 3 universum? Aas van staven. En de staven 8. Heel veel vuurenergie. Ja, je hebt een plan. Kijk, dit is een nieuw begin. En dit kan te maken hebben met kansen, mogelijkheden, opties. In carrière. Iets waar je echt, iets avontuurlijks. Iets waar je hart sneller van gaat kloppen. Iets waar je heel veel passie voor voelt. Met de ridder van staven die we net ook zagen. En iets wat zorgt voor heel veel positieve vooruitgang. En het kan iets zijn wat je zelf, een plan, een idee wat je zelf in je hoofd hebt. Maar het kan ook zo zijn dat communicatie binnen gaat komen. Met staven 8 kan staan voor communicatie. Over en weer. En waarom ligt hier de keizer in? Dit is ook een hele moederlijke energie. Iemand die goed zorgt voor haar kinderen, een groot hart heeft, goed zorgt voor zichzelf vooral ook. En dit kan te maken hebben met een liefdesrelatie. Dit kan ook te maken hebben met financiële zaken, zakelijke aangelegenheden, groei in een bedrijf, succes, financieel succes. Waarom ligt hier de keizer in? Heel mooi. Hele mooie energie met de keizer in als eerste kaart. Waarom ligt hier de keizer in? Waarom ligt hier de keizer in? Waarom ligt hier de keizer in, universum? Pentakels 5. En de staven 10. Pentakels 5 kan een kaart zijn van je buitengesloten voelen. Jezelf niet goed genoeg voelen. En het is dus tegenovergesteld van de keizerin. Dit kan ook te maken hebben met er mist iets. Er is een gebrek aan financiële middelen met de pentakels 5. Je hebt het misschien moeilijk gehad op financieel gebied. Of je hebt het nog steeds moeilijk. Het gevoel, ik heb niet de voldoende financiële middelen. Dus met de keizerin als eerste kaart heb ik het gevoel dat je daar heel hard aan het werken bent. We hebben de staven 10 als tweede kaart. En dit kan te maken hebben met heel veel lasten dragen, heel veel verantwoordelijkheden dragen, heel hard werken, heel veel uren werken. Meerdere banen wellicht werken. En toch het gevoel hebben er financieel niet op vooruit te gaan. Financieel in een soort van probleem met die pentakels 5. Het moeilijk hebben. En je maakt plannen voor de lange termijn. Je bent aan het kijken naar opties, mogelijkheden. Die zorgen voor de keizerin. Succes. Financieel succes. Waarom ligt hier de zware 6? En het kan dus zo zijn dat je iets aangeboden wordt. Waarom ligt hier de zware 6? De zware 6. De zware 6 is een situatie van conflict verlaten. Een bepaalde manier van denken verlaten. Achterlaten. De gematigheid. En de dwaas. Twee grote arcana kaarten onder de zware 6. Boogschutter energie en ram energie. De gematigheid. Naast die staven 10 hier onder de keizerin. Matigen, letterlijk matigen. Beter voor jezelf zorgen. Balans vinden. Healing. Ja, actief werken aan jezelf. Ook op het gebied van lichamelijke gezondheid. Beter zorgen voor jezelf. Een betere balans vinden als het gaat om je werk. En je hebt misschien niet heel goed voor jezelf gezorgd in de afgelopen periode met de pentakels 5. En ik word heel duizelig in mijn hoofd. De dwaas, opnieuw beginnen, een nieuwe start maken, optimisme, positiviteit,
Dus ik zie inderdaad aan jezelf werken. Een nieuwe manier van dingen doen. Plannen maken voor de lange termijn. Een nieuwe start met die dwaas. En een conflict situatie, dat kan ook een innerlijk conflict zijn. Op een manier van denken inderdaad. Met die pentakels 5. Ik ben niet goed genoeg. Of niet goed genoeg voor jezelf zorgen. Dit ga je achterlaten. Met de gematigdheid, ja. En onder op het dek, die aas van zwaarden. Een ingeving krijgen. Een doorbraak in de situatie. Helderheid. Assertief zijn. Stappen zetten. Ook met de gematigdheid. Dit is je engelen wijzen je de juiste weg. En ik heb het gevoel dat je daar inderdaad met de zwaarden 6 hulp bij gaat krijgen. Dit kan hulp zijn van een vriend. Waarom ligt hier de aas van zwaarden? Communicatie met de schildknaap van zwaarden. Dit is ook iemand die ja, dingen onderzoekt, meer informatie nodig heeft. En dan onder op het dek hebben we de gerechtigheid. Eerlijk zijn naar jezelf. Assertief durven zijn, beslissingen maken, situaties in de balans. Voor sommigen van jullie heeft het met wettelijke aangelegenheden te maken. Er komt een uitspraak en daar komt communicatie over binnen. Iets wat ervoor zorgt dat je opnieuw kan beginnen. Een nieuwe weg in kan slaan, een positieve richting met de aas van staven en de staven 8. Ook weer communicatie, iets wat ervoor zorgt dat je weer naar de toekomst kan kijken, plannen kan maken. Kunt groeien, uitbreiden met de keizerin. Waar ligt hier de magier? Iemand die heel goed, heel communicatief is. De magier. Iemand die actief manifesteert, iets creëert. En je bent iets nieuws aan het creëren. Of een verandering aan het brengen in je leven. Maar dat kan ook het creëren zijn van nieuwe zakelijke zakelijke opties. We hebben de maan. De maan kan staan voor dingen die niet helder zijn. Of angsten. En dan onder op het dek hebben we de wereldkaart. Het afsluiten van een bepaald hoofdstuk. Iets voltooien. En dit kan te maken hebben met het harde werk. En een periode van financieel wellicht moeilijkheden. Of het gevoel hebben financieel geen vooruitgang te zien. En er komt nu vooruitgang in. Dit is ook iemand die heel hard werkt, maar bijna thuis is aangekomen en zijn staven los kan laten. En inderdaad, zijn harde werk wordt beloond. Hij kan zijn vruchten plukken. En dit geldt ook voor het gezin. Dus als je een moeder bent, dus ook voor het gezin, voor de kinderen. Je harde werk gaat beloond worden. Er komt balans. Je gaat naar een kalmer vaarwater toe. Meer rust. Dit is ook loslaten van stress, een soort van opluchting. En het kan zijn dat iemand in je omgeving je daarbij gaat helpen. Je hebt het dus zelf gemanifesteerd. De maankaart. Wat hebben we nog meer voor de magier? De magier. We hebben de maan en de ster. Ster, helende energie. Kan te maken hebben met helen van bepaalde emoties die je heel diep weggedrukt hebt. Ja, kijk, we hebben onder op het dek de kelken 7. Opties. Maar dit is iemand die geen keuze kan maken. Heel veel opties. Een beetje emotioneel verward. Dit kan ook staan voor illusies, dromen. Waarom ligt hier de maankaart? Maan wordt verklaard door de vissenenergie met de gehangenen. Dus we hebben heel sterk vissenenergie, ook met de maan, de gehangenen. Met de sterkaart hebben we watermanenergie. En met de gerechtigheid hebben we weegschaalenergie. Nog een kaart voor de maan. Waarom is hier de maan? En weer die ridder van staven.
Ja, dus dit is een periode van je even terugtrekken om te reflecteren op de situatie. Om te kijken, wat zijn mijn mogelijkheden? Welke wegen kan ik bewandelen? En het is nodig om even stil te staan. Je rust te nemen. Kijk, we hebben ook op dit moment kun je niets doen. Alleen even kijken, wat zijn de mogelijkheden, situaties vanuit twee kanten proberen te kijken, of meerdere kanten. Kijk, en dan ontstaat er een licht rondom het hoofd, een inzicht. Door even stil te staan en de opties te overdenken. Want er zijn nog dingen onduidelijk. De dingen zijn niet wat ze lijken met de maan. Dus voordat je actie onderneemt op datgene waar je zoveel passie en gedrevenheid voor voelt, met de Ridder van Staven, wat te maken kan hebben met reizen, zorg dat je geen impulsieve of roekeloze beslissingen maakt. Dit is iemand die heel spontaan overal inspringt. En dat is ook met de dwaas die we hier hebben liggen. Zorg dat je inderdaad eerst helderheid krijgt. Wacht nog even af. Als je een bepaald idee hebt waar je echt heel erg gemotiveerd bent, heel erg je gedreven voelt om actie erop te ondernemen, neem even je tijd, wacht even af. Zorg dat je de juiste informatie krijgt. Ga op onderzoek uit met de schildknaap van zwaarden. Want daar gaat helderheid komen met die aas van zwaarden. En dat zal balans brengen, rust brengen. En als het gaat om de weg die je wil volgen, zul je daar ook heldere inzichten over krijgen. En naar kalmer vaarwater gaan. Dit gaat je ook financieel succes brengen. Er komt een plan en dat kan komen uit jezelf, maar het kan ook kansen, mogelijkheden die er al zijn. We hebben hier die staven 8, snelle activiteiten, mogelijkheden, kansen, communicatie. De kelken 7, mogelijkheden. Zorg dat je eerst die helderheid krijgt. Wacht even af. En krijg ook voor jezelf helder: wat is het wat ik wil manifesteren? Wat is het wat me gelukkig maakt? Dit is een kaart van wensvervulling, maar ook een kaart van healing. Waarom ligt hier de sterkaart? De sterkaart. De sterkaart. Dus zorg dat datgene waar je actie op onderneemt, of wat je wil beginnen, wat je als inzicht of als idee krijgt, dat het ook iets is voor de lange termijn. Met die keizerin, financieel stabiliteit. Kijk, de aas van staven is iets waar je heel erg veel zin in hebt, heel erg opgewonden over bent. Kan ook met passie en lust te maken hebben. Maar dit hoeft niet per se een stabiele energie te zijn. Dit kan ook iets tijdelijks zijn. Dus heel vurig, maar het kan dus ook tijdelijk zijn met die aas van staven. Dus ga op onderzoek uit en zorg dat je iets start of ergens aan begint of een verandering aanbrengt, wat ook solide is voor de toekomst. Waarom ligt hier een sterkaart? En met de Ridder van Staven hebben we dus boogschutterenergie. De sterkaart. Dit kan ook iemand zijn die komt met een aanbod. Maar de Ridder van Staven, onthoud heel goed. Dit is iemand heel gedreven, heel gepassioneerd, maar heel spontaan. Iemand die net zo snel als die zijn aandacht geeft, in een situatie ook weer kan verliezen en weer verder gaat naar het volgende avontuur. Dit kan iemand zijn die inconsistent is of geen stabiliteit kan bieden. Dus zorg dat je eerst die helderheid krijgt. Kijk, voor de sterkaart hebben we de schildknaap van Kelken. Dit kan een excuus zijn, een boodschap die binnenkomt, maar dit heeft ook weer te maken met je wensen, wat je graag wil. Zorg dat je dat helder hebt. Dit is iemand die heel open is, met een open hart, het uiting van gevoelens, boodschappen vanuit het hart. Dit kan ook weer iemand zijn die je iets aan wil bieden, maar dit kan ook weer iemand zijn, zoals ik zei, die inconsistent is. Dit is een schildknaap. Het kan een excuus zijn voor sommigen van jullie die er binnenkomt. Van iemand die nogal in en uit is. Denk er dan goed over na. Maak geen impulsieve beslissingen. Zorg dat je helderheid krijgt en dan beslissingen maakt. Dat is eigenlijk de boodschap. Kijk, onder het dek hebben we de doodkaart. Een einde, een nieuw begin, een grote verandering, een transformatie. En een nieuw begin. Iets wat je emotioneel balans brengt. Iets wat je heel gelukkig maakt met de aas van Kelken.
En ja, het kan dus te maken hebben met een relatie, maar het kan ook met iets te maken hebben wat met je financiën te maken heeft of met een nieuw zakelijk plan. Maar er komt dus een verandering, een transformatie met de doodkaart. En een keuze. Ja, dit is wat ik voor jullie heb. Dus op dit moment kun je niets doen. Wacht of kijk naar alternatieve mogelijkheden. En vraag je engelen om hulp. Vraag anderen om hulp. Nou, als het resoneert, geef mijn video een like. Abonneer je op mijn kanaal mocht je het leuk vinden. En een hele mooie dag vandaag. En tot de volgende keer. Dag!